Wat zijn de ambities dan voor het volgende seizoen? Beter doen? Ik moet je even corrigeren. Ik denk dat we vorig jaar een slecht seizoen hebben gespeeld. Gezien de ambities die voorop waren gesteld, top 5, dus resultaat gezien, een minder seizoen gespeeld. Zat meer in de groep. We moeten onze conclusie uittrekken. Maar dit is een heel ander gegeven. Dus ik zeg het, 9 nieuwe jongens, waarvan 2-3 ervaren spelers. Oké, die moeten sowieso meerwaarde brengen. Maar de andere 6 zijn jonge gasten tussen de 19 en 21. Dat vraagt aanpassing. Dus een competitie vraagt dadelijk resultaat. Dus hebben we de tijd daarvoor. Dus dat is een beetje afwachten. Maar de gezonde ambitie is dan beter dan vorig jaar. Dat wil zeggen, als we in kolommen mogen praten, linker kolom. Hè, dus bij de eerste 9 moet een gezonde ambitie zijn van de club. En die nieuwe spelers, 9 nieuwe spelers, zijn die speciaal aangezocht? Dat je speciale versterkingen zocht voor bepaalde posities? Ja. Of hoe gaat dat precies, die nieuwe spelers? Ja, nee, we moeten eerlijk zijn. Om te beginnen, Zemst heeft geen, moet ik het zeggen, scoutingsapparaat. Helemaal niet, dat hoeft ook niet. Dat zou een keer interessant zijn. Maar wij gaan nog altijd uit van mensen die zich aanbieden aan de club. Uitgaande van Zemst is qua accommodatie een prachtige club. Ja. Heeft ook altijd voetbal. Want we gaan altijd proberen te voetballen. Mm-hmm. Heeft ook een indruk, goede indruk naar buiten toe qua voetbal. Maar specifiek, ik maak wel mijn wensen over, maar die kunnen niet altijd ingevuld worden. Mm-hmm. En dat is nu mijn 7e jaar. Ik speel met de spelers die ik ter beschikking krijg. Ja. Maar er wordt niet specifiek naar gezocht eigenlijk. Nee.